Nou, hoi allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ben ik niet alleen met Barry. Maar ik ben met Sylvester en Roberto. En we gaan even deze boomgaard leegplukken. Nou, ik was al een stukje verder. Maar de eerste vondst is binnen. Even kijken waar Sylvester is. Hier ook. Maar die heeft iets. Een kleine, een halve Willem. Oh ja. Dat is niet helemaal duidelijk, maar... Ja. Nou, leuk. Dat is wel een goed teken, toch? 2 meter. En je hebt alleen maar dit stukje nog maar gelopen. Ja, dat is het tweede gat. En maar we hebben nog iets. Dat hebben we nog te gaan. En dan nog al die gangen. Maar ze mogen steeds groter worden. Op naar meer. Yo, hoi. Nou, ook in de boomgaard vinden we ringdingen. Ja, ik heb iets glimmends. Ik denk zilver. Hoho. Kijk, Barry daar tussen de boompjes. Ja, het is een dubbeltje denk ik, ja. Wilhelmina dan, hè? Toch? Ja, ik zou kunnen, mag ik eens kijken? Yes, yes, yes! Ik heb zilver! Zilver in de boomgaard. Ja. Dat is vrij glad. Ja, maar er staat wel een hoofdje op. Een mevrouw. Ja, Wilhelmina. Yes! Lekker hoor! Zilver! Zilver in de pocket. Kijk, daar hebben we weer iets. Iets fantastisch eigenlijk. De meeste mensen gooien ze weg, maar het is een... Een muntje. En een mooie. Stad Utrecht. Stad Utrecht. Zei jij toch? Ja. Ja. Nou, top. Lekker. En ik vind het echt leuk zo in de boomgaard. Tenminste leuk, maar het is ook wel een beetje... Het wordt wat anders. Zo van ver weg uit elkaar. Maar goed, daar moet ik even aan wennen. Ja, we kunnen elkaar af en toe niet meer vinden. Nee. Komt goed. Ja, hoi. Doei doei. Ik hoor een ja-ja. Een ja-ja. Tussen de bomen door. Wat heb je? Het is een munt. Dus even kijken of ik hem een beetje schoon kan maken. Nou, dat is wel leuk. Ook weer een munt. Alleen Barry heeft nog geen munt. Nou, volgens mij... Het lijkt een hele oude munt, maar volgens mij is het gewoon weer een euro. Ja. Oh, nou ja. Ja, dat denk ik ook. Maar, muntje is een muntje, munt toch? Munt is een munt. Ik heb, denk ik, weer een muntje. Maar hij zit nog hierin. Even voorzichtig openmaken. Ja, het is een munt. Eens even kijken wat voor munt het is. Geen euro, denk ik, want hij is niet heel dun. Ik bedoel, hij is niet heel dik. Ik ga hem even schoonborstelen. Moment. Nou, ik kan hem zo gauw echt even niet herkennen. Maar hé, weer een munt. Nou, lekker zo. Ja, wat hebben we? Het lijkt een munt met een gat. Het is een munt met een gat, maar ja. Ik weet niet of het een buitenlandse munt is. Er staat wel wat op in ieder geval. Er staat een tekening op, ja, inderdaad. Ja, nou leuk. Het zal vast kan wel een buitenlandse munt zijn natuurlijk. Even uitzoeken. Ja, even. Nou leuk. Doorgaan! Ja, Barry heeft ook wat gevonden hoor. De eerste vond. De eerste goede vond. Buiten de troep. Nou, wat heb je? Ja, het is een zegelootje. Ah, met een M. Van McDonald's. Man. Ja. Nou, leuk. Dus de kop is er ook af bij jou. Ja, eigenlijk iets wat ik in het kleine pakje kan doen. Waarschijnlijk hetzelfde als jou, Annemiek. Een zilverdubbeltje? Ja. Of in ieder geval zilver? Een dubbeltje, denk ik. Yes, yes. Oh. Denk ik. Nou, even kijken dan. Het glimt wel. Hij is wel een beetje gehavend, hè? Ja, er zit een klein deukje in, maar... Hoe voorzichtig. Doe je dat met zo'n staalborstel? Nee, is geen staalborstel. Oh. Nee, is geen staalborstel. Oh, ik dacht al. Nee. Ja, we hebben hier geen kanaal om te spoelen, maar hij glimt wel. Het is een... Het is zilver. Ja, ik moet mijn bril even opzetten, anders... Maar ik denk dat het een zilverdubbeltje is. Ja, 10. Ik zie 10. 18, nog wat zie ik. Helemaal goed. Alleen aan de achterkant... Nou, je moet hem even een poetsbeurt geven. Ja. Maar gefeliciteerd. Zilver in de pocket. Ja hoor, Roberto had de Annemieki. Hij heeft het dubbeltje laten vallen. Maar gelukkig heb je een detector. Ja, maar ik weet ook niet waar je hem hebt laten vallen. Shit. Is dit wat? Kan je hem wel 2 keer zoeken, dat is dan ook wel weer grappig. Ja, maar dat is niet, nee, dat is niet grappig. Zit hij er echt niet in? Nee. Laat hem wegvallen. Nou. Nee, dat meen je niet. Maar je moet hem wel kunnen vinden nu. Ja. Heb je nou weer een dubbeltje? Ja, weer een zilver. Oh. Weer een knik. Oh, hij ziet er wel heel erg hetzelfde uit. Nou, gelukkig heb je hem weer teruggevonden. Ja, gelukkig wel. Voorzichtig in de doos. Oeh, vasthouden. Hey. Hey. Wat heb je? Punt 50. Punt 50? Punt 50. Met een? Dan kom je knollen. Ja. Nou. Maar deze heeft niks geraakt, zo te zien. Nee, gelukkig niet. Nee. In de tas. Tassie. In je tassie. In de tassie. Dus even kijken of ik nog wat geluk hier kan vinden. Klavertje 4. Naast mijn geluksdubbeltje. Sylvester is ook terecht. Ja, lange zoektocht, maar... Je was verdwaald? Nee, je was lekker lang mee. Maar je hebt een leuke vondst. Knopgewicht. Met stempels. Ja, best wel veel eigenlijk. Ja. Dus... Heel leuk. Een hoop geëikt. Ja, mooie vondst. Wel gaaf. Ja, top hè. En Roberto heeft ook zilver. Hey. Zo, hetzelfde als Annemiek. Duppie. Ja. Ik hoor Barry roepen. Ik heb ook een muntje. Een oorlogscent. Laat zien. Nou ja, dat is ook een muntje dus. Ja. En die zijn ook wel leuk om te vinden. Is die nog goed leesbaar? Ja. Ja, maar je herkent hem wel inderdaad. Als oorlogscent. Die ster erop. Of de, ja, zo'n rondje met... Ja. Alleen hoe meer je wrijft, hoe ja, slechter ze worden. Ja, het is ook... Nou, leuk. Dus, maar het is een muntje. Nou, dan hebben we in ieder geval allemaal een muntje. Dan wil ik ook nog zilver. Anders loop ik achter. Nou, Sylvester heeft ook nog geen zilver. Oh nee, die moet het ook nog doen dan. Ja. Nou, daar is het. Musketbal. Er zit echt helemaal nog in. Ja, leuk. Musketballetje. Oude vondst, dus het gaat goed. Het is inmiddels gaan regenen. Ja. Maar dat maakt niet uit. Toch een muntje. En Barry heeft weer een muntje. Nou, lekker. Kan het uit. Een beetje rare vorm, maar... Ja, hij is niet helemaal rond meer. Ik denk dat hij heel wat heeft meegemaakt. Denk het ook. Ik ook nu. Ja. Maar we lopen overdekt. Ja, dat scheelt wel. Nou, door de regenbui is alles super blubberig geworden. Maar ik heb weer een muntje. Even kijken of ik hem nou wel een beetje schoon kan krijgen. Er staat wel wat op, maar ik kan hem echt... Mijn handen zijn ook vies, dus dat is een beetje lastig, hè? Dus ik denk dat het trouwens gewoon een euromunt is. Maar hé, een munt is een munt. Brabant, die hebt weer heilig shit. Nee, het is geen heilig ding. Een achterkantje en een, wat zijn nou? Er zit hier twee achterkantjes aan. Oh ja, leerbeslag. Leerbeslagje, ja. Ja. Ah ja. Netjes. Die vonden wij in een maatje groter in Zeeland. Ja, in Zeeland toen, ja. Ja. Hadden we er een hele ja. Dingen. Leuk. Ja. En je had net nog iets, toch? Toen regende het zo keihard. Ja. Dat was een beetje een onhandig moment om te laten zien. Een klein gespje. Oh ja. Het is echt blubberig nu ook, hè? Ja, het is een beetje kleiachtig. Ja, leuk. Dat is super grappig, hè? Dus, nou, we gaan even deze gang pakken. En mijn volgende vondst. Een huls. Even kijken wat erop staat, of ik het kan lezen. Ik denk het niet, want ik heb... gisteren mijn ogen laten testen en het blijkt dat ik een leesbril moet. Nee, ik kan niet echt lezen wat erop staat. Maar het is een huls. Het is niet helemaal duidelijk, maar het is toch weer een oude knoop. Ja. Er staat wel iets op, heb ik het idee. Ja, maar... misschien een militaire knoop of zo, of een liverei, maar ik denk een militaire knoop. Er staan twee leeuwen op. Dus... Ja, nou leuk. Ja. Ja, dat is als we in de boomgaard gaan, dan komen we elkaar weer tegen hier. En tussendoor is het een beetje moeilijk om de vondsten te bekijken. Alleen gillen. Ja, maar ja, dan moeten we tussen die bomen door. Dus, nou, op naar een volgende. Nog één baantje? Ja, sowieso. Ergens hier tussen de bomen staat Barry en die heeft een muntje, zegt hij. Oh, ik kan wel eventjes denk ik opensteken. Nee, ik kan er gewoon tussen de deur. Ja. Hallo. Hallo. Laten we even zien. Ja, het is een beetje lastig hè, nu met die blubber. Ja. Nou, het is wel een oude. Ja, het is een dunnetje dus. Ja, nou leuk. Gaat dus lekker zo toch? Derde beetje. Ja, ik heb er ook drie, maar telt die euro mee? Ja. Ja, en die zilveren telt dubbel. Ja, dus... Geef er vier. We hebben allemaal muntjes. Ja. Nou, ik heb naar mijn zin. Jij ook? Ja, het is geweldig hier. Ja, mooi. Het begint weer op te drogen. Ja, ik vind het ook wel leuk even in de boomgaard. Dat heb ik nog nooit gezocht. Ja, ik heb één keer dan in Limburg. Ja. Met Michiel. En Dennis. Zo, kijk eens wat Sylvester heeft meegenomen. Aardbeien en bossenbol. Nou, ik keet hem thuis op, maar de mannen die zijn er lekker van aan het smikkelen. Het zit al richting baan. Is al op. Ben je Roberto ook al op? Ja. Sorry. Is het nog te zien? Ja. Ja, wel een beetje. Ja, dit was het gelijk weer. Toch wel aardig wat leuke dingen gevonden. Ja, vanavond even schoonmaken. Ja. En dan... foto's sturen. Foto's. Heel, wel leuke dingen. Ja, ja leuke dingen. Ja. Nou, ik vond het ook gezellig. Dankjewel. Ja, jullie bedankt voor de gezelligheid. Ja. En voor de aardbeien in de bossenbol. En we zien elkaar weer snel ergens. Ja. En dan zien we jullie weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Houdoe.